Nadat Nederland werd bevrijd van de Tweede Wereldoorlog. Kon het spoorwegnet weer in gebruik worden genomen. Echter was dit niet heel makkelijk, omdat bijna alles kapot was, zoals spoorwegen, bruggen en stations. Maar het was het proberen waard en zo werd de spoorwegen toch weer opgericht en de treinen konden weer rijden. Spoorbruggen die kapot waren, werden weer gemaakt en werden zo ook langzaam maar zeker weer door het treinvervoer weer in gebruik genomen. En zo bouwde Nederland zijn prachtige spoorwegen binnen 7 maanden weer helemaal op. Tot het was zoals het vroeger was. Om de spoorwegen zo snel mogelijk weer in gebruik te laten nemen, werd eerst het linkerdeel gebruikt. Het rechterdeel werd dan verbouwd, zodat het ook in gebruik kon worden genomen. Na 50 jaar kwam NS met het idee voor een vrijheidstrein. Een complete hondenkop werd helemaal omgebouwd tot de vrijheidstrein, met daarop de tekst: één voor allen en allen voor één. 15 jaar later werd weer een trein omgebouwd tot vrijheidstrein. Dit keer was de eer aan een MAF 64. De trein werd deze keer niet alleen van buiten helemaal mooi gemaakt, maar ook van binnen kwam een heel nieuw interieur. In het voorjaar van 2010 werd dit stel gepresenteerd aan prins Willem-Alexander, die het officieel opende. Zoals ik al eerder zei, het hele interieur was vernieuwd. In de trein was van alles te doen en te bekijken. Filmpjes over de oorlog, foto's, maar ook dingen van de bevrijding. De vrijheidstrein reed gewoon in de normale dienstregeling door heel het land. En zo kwam deze bijvoorbeeld ook in Almere terecht. Na ruim een jaar dienst hebben gedaan op de Nederlandse spoorwegen, ging de trein op 5 mei 2011 naar het Spoorwegmuseum toe. Daar heeft deze trein 2 weken gestaan en daarna werd hij helaas, net als zijn voorganger, naar de sloop gebracht.